Ik kan gewoon een verhaal vertellen. Of jullie kunnen meedoen met het verhaal. Meedoen, hè? Ja. Alleen daarvoor is het wel nodig dat als jullie, want dat is natuurlijk superleuk, en als jullie allemaal meedoen en ik tel tot drie, dan zeg ik 3, 2, 1, bam. En dan is het even stil. Zullen we dat even één keer oefenen? Maak even allemaal herrie. Oké, 3, 2, 1, bam. Kijk eens, fantastisch. Oké, dan heb ik nodig een knecht. Ja, ben jij een goede knecht? Kom maar. En ik heb een koning nodig. Ja, die mag. Ja, Jean-Pedro, mag jij daarnaast Neriga gaan staan? Want de koning is van het andere land, daarnaast Neriga. Ga maar daar staan. Oké, de koning heeft een leger. Ja, want ik heb twee legers nodig, eigenlijk. Want er is natuurlijk oorlog. Dus ik stel voor dat die koning een jongensleger heeft. En dat het meisjesleger even hier komt staan. Ja? Dus alle meisjes gaan hierheen, alle jongens gaan daar bij de koning. Ja? Prachtig, prachtig. Oké. Nou. Oké. Let op. Jullie mogen even hier zo achter ons in een halve boog op de grond gaan zitten. Ja, dat ga ik zo uitleggen. Ja? Ga maar lekker zitten, want ik loop een beetje heen en weer. Ja? Oké. Schuiven we even gauw deze stoelen een beetje opzij, zo. Hier zo. Kijk, dit, meneer de knecht, dit is ons huis. Kom maar. Jij woont in ons huis. Ja? Oké. Nou, en het verhaal begint als volgt. Het volk Israël, ja, die woonde in Israël. En in een land in ver vandaan was een koning van Aram. Kijk, daar staat hij. Ga even op de stoel staan of zo. Ja? En die koning van Aram, die dacht, die Israëlieten, die ga ik even lekker makkelijk overwinnen. Dus elke keer bedacht hij een plannetje. En dan zei hij tegen zijn raadsmannen, nou, er staan drie mannen om je heen. En daar zei hij tegen, jongens, deze keer gaan we naar die plek. Ja? Maar weet je wat nou zo grappig was? Elisa, dat ben ik, hè, die zat tot God te bidden. En God zei, oh, die Arameërs, die gaan daar en daar aanvallen. Dus ik stuur mijn knecht naar de koning van Israël. En ik zeg, ga hem dat vertellen. En ja, toen kwamen die Arameërs daar aan. Finaal in de pan gehakt. Nou, dat gebeurde één keer, twee keer, nog een keer, nog een keer. En toen werd die koning natuurlijk een beetje boos. Ja, huh? Wat is dit? En dan zei hij, wie is hier die verrader? Nou, en onze mannen beven. Kijk, een beetje bang allemaal, want een boze koning is echt niet niks. Meneer de koning, wij doen dat niet. Het is Elisa die dat doet. Elisa? Nou, geef maar de opdracht. Ga hem halen. Dus hij stuurt dus een hele leger op zoek naar Elisa. Oké, en toen kwamen ze, het hele leger kwam bij de stad Dothan. En jullie mogen even de stad omsingelen. Dus wij zijn hier de stad, de stoeltjes. Dus jullie moeten even een mooie kring maken om de stad heen. Lukt dat, soldaten? Maak een mooie kring om de stad heen. Ja, perfect. Kijk, paar soldaten daar, paar soldaten daar. Helemaal goed. Oké, nou, en de knecht, die stond dus even vroeg op. Hè? Hij ging water halen. Dus de knecht die liep naar buiten. Loop maar naar buiten, doe de deur maar open. En hij keek eens rond in zijn stad. En wat zag hij toen hij rondkeek? Overal soldaten. Hij kwam gauw naar binnen gerend en deed de deur weer dicht. Oh, Elisa, heb je het gezien? Er staan overal soldaten. We worden finaal in de pan gehakt. En toen ging Elisa naar buiten. En hij zei, nee hoor, kijk maar eens goed. En nou heb ik eigenlijk jullie nodig. Jullie gaan als de wiedeweerga achter al die jongens staan. Ja, gewoon in een kring eromheen. Want Elisa die bad. En hij zei, Heere God, laat mijn knecht zien wat ik ook zie.
En toen keek de knecht nog een keer. En weet je wat hij nog zag? In de heuvels rondom de stad zag hij een leger staan van brandende paarden en brandende wagens en allemaal soldaten. En het waren er veel meer dan het leger van de koning van Aram. Alleen die Arameërs, die zagen dat niet. En toen bad Elisa nog een keer. Hij zei, Heere God, wilt u dit leger een beetje blind maken? En toen gebeurde het hoor. Hij ging samen met zijn knecht naar de aanvoerder van het leger en hij zei, sorry meneer, u bent hier verkeerd. Ik zal u naar de juiste plek brengen. Neem je leger maar mee en kom maar met mij mee. Kom maar achter me aan. Kom op. Hatsa. En weet je waar ze naartoe gingen? Weet je waar ze naartoe gingen? Dat ben jij even. Naar de koning van Israël. In de plaats, weet ik niet meer. Samaria. Ja, daar is de koning van Israël. En hij zei, zo. En op dat moment bad hij nog een keer. En toen zagen ze het wel. Hier moet u zijn. En dat leger dacht, oh nee. En de koning dacht, oh kijk nou, de vijand. En hij zei tegen Elisa, zal ik ze in de pan hakken? Zal ik ze in de pan hakken? Elisa zei, nou, doe maar niet. Je hebt er ook niet zelf voor gevochten. God heeft ze hier gebracht. Weet je wat? Geef ze wat eten en stuur ze weer naar huis. Dus de koning, aardig als die was, gaf ze een feestmaal en stuurde ze daarna weer naar huis. Dus jullie mogen allemaal weer lekker op je plek gaan zitten. Ga maar weer lekker zitten. All right. Nou, perfect jongens. Wat hebben jullie dat? 3, 2, 1. Bam! Jean Pedro. Als het niet past, jongens, Jean Pedro. Uh-oh. Uh-oh, is het water? Kom maar. Alright, dan mag je even daar gaan zitten. Er is daar nog een stoeltje, ga maar even daar zitten. Oké, zijn we zover? Nog 2 minuutjes, jongens. Jongens, we zitten met z'n allen op jullie te wachten. Yes. Oké, nou wat... Wat een mooi verhaal was dit, jongens. En wat hebben jullie dit goed gedaan. Ik vond het echt prachtige soldaten. En ook de soldaten van vuur waren hartstikke krachtig. Hé, nog een paar minuutjes. Want wat we nou uit dit verhaal zo mooi kunnen leren... Vertel het eens. Ja, dat is één ding. Maar ook, soms, wat ik dus zo leuk vind aan dit verhaal, is dat eigenlijk zijn er 2 werelden, hè? Eentje die je kan zien, dat zag je dat leger. Maar er is ook nog een wereld die je niet kan zien. En de ogen van de knecht van Elisa, die gingen heel even open, zodat hij dat wel kon zien. En soms is dat voor ons ook zo, dan kunnen we dat ook heel even zien. Maar in de Bijbel staan wel dingen over die niet zichtbare wereld verteld. Levi. Kijk maar even deze kant op. Levi. Kijk maar even deze kant op. Er staan wel dingen over deze wereld, over de wereld die je niet kan zien. Zo staat er in de psalmen dat de Heere God zijn engelen om jou heen zet, om je te beschermen. Nou hebben we dat nooit gezien. Maar het is wel degelijk zo. Ze zijn er en ze beschermen jou. Net zoals dat grote leger het volk Elisa beschermde, wat wij zeggen. Zoals bij Jezus waren er toch ook engelen gekomen, maar die kon je niet zien. Ja. Soms kan je ze heel even zien. Sommige mensen hebben wel eens een engel gezien, maar heel vaak ook niet.
maar ze zijn er wel. Nou, en dan, daar laten we het lekker bij voor vandaag. Jullie zijn een Bijbeltekst aan het leren die daar ook over gaat. En als je nou de Bijbeltekst leert, denk dan ook nog eens even aan het grote leger in dit verhaal. Want diezelfde God die dat hele grote leger met de brandende wagens maakte, of bij zich heeft, die is ook in jou. Yes? Diezelfde God, die is bij jou. En als het nodig is, zet hij dus al die wagens in om jou te beschermen. Echt waar? Bijzonder, hè? Ja, dat weet ik niet. We gaan even bidden. We gaan heel veel bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u zo sterk bent en dat u ons altijd wilt beschermen. En ik bid voor al deze kinderen dat ze steeds meer en meer ogen mogen hebben voor de geestelijke wereld die er is, voor hoe sterk u daar bent en dat u alles overwonnen hebt. Dank u wel daarvoor. Amen.